Welkom bij de allerlaatste Change Your Habits, de Instagram live sessies van Gent Fairtrade gedurende Belmundo, gedurende de maand maart. Want dan is het Belmundo en het internationaal festival, het activiteitenfestival van internationale solidariteit. Jullie zien het hier achter mij, we hebben de afgelopen weken al verschillende productsegmenten laten aan bod komen. We hebben het gehad over textiel, dat weten jullie nog. We hebben het gehad over bankieren en vorige week hadden we het nog over chocolade. Hoe heerlijk was dat? Maar vandaag gaan we het over een product hebben waar ik zelf helemaal niks van af weet. Ha! Hoe spannend is dat? Namelijk schoonheidsproducten. Voor wie mij een beetje kent, die weet dat ik niet zo goed ben in de wereld van schoonheidsproducten, zalfjes en andere. Maar we gaan er vanavond alles over leren. En vooral, we gaan vanavond vooral leren wat we daar kunnen aan doen om daar een betere wereld van te maken. En hoe we daar kunnen bijdragen aan eerlijke handel en systeemverandering. Want dat lijkt niet zo evident zelf, moet ik zeggen. Want ik dacht, heeft dat daar iets mee te maken dan? Maar ja, dat heeft daar iets mee te maken. En dat gaan we vanavond duidelijk maken. Samen met drie geweldige sprekers, want het is de laatste sessie, dus we gaan een keer lekker uitbundig er ver over gaan. In plaats van twee sprekers krijgen jullie er drie voor dezelfde prijs. We gaan vandaag met Annette van Oxfam Magazijn du Monde aan het praten slaan. We gaan ook met Rui van Sherry Fasso. En we gaan ook met het fenomeen, het Gentse fenomeen Lush. In de lange moment gaan we ook even een gesprekje voeren. Ik ga even kijken of dat Annette al aanwezig is om met ons een gesprekje aan te gaan. En waarom krijg ik dat hier? Ja. Kijken of dat Annette al aanwezig is. En ik zie dat al aan het doen is. Dag Annette, goedenavond. Goedenavond, daar is dat. Hallo. Alles goed? Ça va, ja. Beetje ziekjes, maar ça va. Maar toch nog energie genoeg om toch met ons even in gesprek te gaan. Dat vind ik zeer fijn van jou. Annette, jij werkt voor Oxfam Magazijn du Monde. Wat is Oxfam Magazijn du Monde precies? Want we kennen de Oxfam Wereldwinkels, maar zijn jullie dan iets anders en werken jullie dan samen met de Wereldwinkels? Leg mij een keer uit, wat is dat precies? Ja, ik ga dat proberen uitleggen. Er zijn eigenlijk vier Oxfammen in België. Oxfam Magazijn du Monde, Oxfam Solidariteit, Oxfam Fairtrade en Oxfam Wereldwinkels. Maar wij zijn eigenlijk ondertussen één organisatie, Oxfam België. Okay. En Oxfam Magazijn du Monde, werkt eigenlijk vooral in Wallonië en in Brussel. Dat is dus onze Franstalige partner eigenlijk. Ja. En zij strijden vooral voor een alternatief systeem in Brussel en Wallonië voor productie, handel en consumptie. Perfect. Jullie sluiten perfect aan bij het Gentse Fair Trade verhaal en bij systeemverandering natuurlijk dan. Hè? Ja, eigenlijk echt wel. Zij hebben ook tweedehands winkels. Zij hebben dus winkels in eigen beheer, waar zij ook tweedehands kledij verkopen. En ook fairtrade producten, zoals de voeding en de niet-voeding eigenlijk. Absoluut. En onder de niet-voeding, daar gaan we het vandaag ook een beetje over hebben, over schoonheidsproducten. Ja. Maar ik wou nog vragen, wat doe jij daar dan precies? Wat is jouw rol? Ik beheer voor Magazijn du Monde in Gent een showroom. Ja. En dat is eigenlijk een soort bestelplatform voor de wereldwinkels. Die kunnen op twee manieren bestellen. Die kunnen ofwel via een webshop bestellen. Daar staan dan 2500 producten ongeveer op. Of zij kunnen naar de showroom komen en die producten dan in het echt zien en voelen en testen. En dat zijn dus allemaal handgemaakt producten die door onze partners in het zuiden gemaakt worden. Ja. En dat gaat van handtassen, sjaals, sieraden, overmanden,
keukengerief, kookgerei, Eigenlijk tot... van alles. Van alles is Ja. beschikbaar. En ook schoonheidsproducten, want daar gaan we het Inderdaad. vanavond over hebben. We hebben een eerlijke handel en dan denk ik spontaan altijd aan textiel natuurlijk, omdat we in Gent daar heel veel werk van maken. En voeding, want dat kennen we allemaal, de eerlijke koffie, de eerlijke wijn, de eerlijke fruitsap en dergelijke meer. Maar schoonheidsproducten, hoe komen jullie daarbij terecht en waarom zit dat bij jullie in het aanbod? Goh, eigenlijk zitten we dus inderdaad al in de wereldwinkels en bij de Oxfam Magazin du Monde dus al met voeding en met alle handicraft-producten eigenlijk. En ja, we breiden heel graag dat assortiment uit om mensen ook de keuze te geven om, ja, om niet in dat, wat ze in de reguliere verkoop kunnen kopen, dat ze dat ook onder Fairtrade kunnen aankopen. Dus eigenlijk proberen we dat assortiment ook echt wel uit te breiden. Ja, en een Ja. beetje te kijken dat de mensen ook een beetje van alles kunnen terugvinden in de wereldwinkel, bij wijze van spreken. Helemaal. Ja, Maar wat is dan helemaal. Fairtrade cosmetica of schoonheidsproducten? Wat is dat dan precies? Wat moet ik mij daarbij voorstellen? Zijn dat dan producten die alleen maar in het zuiden terug te vinden zijn en waar je samenwerkt met producenten die het Fairtrade-label krijgen? Of wat houdt dat dan precies in? Wel, een fairtrade cosmetica in de eerste plaats, wat heel belangrijk is, is dat cosmetica waar geen mens- en kinderuitbuiting bij betrokken is, geen discriminatie, geen gezondheidsrisico's en geen massale verontreiniging van ons milieu. Eigenlijk, fairtrade cosmetica is een beetje gebaseerd op drie belangrijke pijlers: economisch, sociaal en dan natuurlijk het milieu ook. Ja, eigenlijk dezelfde pijlers En. als bij textiel en bij voeding dan. Eigenlijk zijn dat exact. Ja. En is dat dan moeilijk om daar ook een certificering rond te krijgen? Is dat een moeilijker? Want ik kan me inbeelden dan net, als het gaat over chocolade, dan is het gemakkelijk. Dan ga je bij de cacaoboer, je probeert dat fair trade te krijgen en daar een eerlijk loon bijvoorbeeld uit te betalen. Ook respect voor milieu te krijgen. Maar misschien dat dat bij cosmetica dan een stuk moeilijker is, of vergis ik mij daarin? Nee, dat is niet echt. Je gaat inderdaad ook bij de partners in het zuiden, koop je dus eigenlijk de ruwe grondstoffen aan. Dus wij werken eigenlijk met twee cosmetica-lijnen. Eentje van onze Italiaanse Fairtrade-partner, die Oké. samen in 2004 met Gala Cosmetici in Italië eigenlijk een nieuwe lijn ontwikkeld heeft, Natier. En wat dus allemaal Fairtrade producten zijn en waarvan een gedeelte ook bioproducten zijn. En zij kopen dus eigenlijk hun grondstoffen aan in 21 landen in de wereld Oké. en ongeveer bij 2000 partners. En dan Oké, gaat mooi. het om een vijftiental ruwe ingrediënten, zoals groene thee uit Sri Lanka, aloe vera, Thailand. Of Mexico, dat is een beetje te zien. De arganolie uit Marokko. Dus daar zijn heel veel verschillende ingrediënten die aangekocht worden om die cosmetica-producten te maken. Is daar veel vraag naar, Annette, in de winkels? Is dat een groot aandeel? Want allee, ik ken natuurlijk de wereldwinkels en ik weet dat daar rond voeding een heel groot aanbod is. Ik vermoed dat het voor de cosmetica producten dat misschien nog een kleinere niche is binnen de winkel, dat dat misschien ergens in een hoekje staat. Maar is daar ook vraag naar? Wordt dat veel verkocht bijvoorbeeld? Ik denk wel dat de consument zich steeds meer bewust wordt van dat die producten ook bestaan. Ook omdat zij eigenlijk wel veel meer naar duurzaam gaan, veel meer om transparantie vragen van waar zijn de producten gemaakt, hoe zijn ze gemaakt, door wie zijn ze gemaakt. Ja. Voelt wel. Het is niet een heel groot aandeel binnen ons fairtrade verkoop, maar je merkt toch heel duidelijk dat ja, dat die vraag toch wel groter wordt. Het is wel Ja. zo dat niet alle wereldwinkels eigenlijk ruimte hebben om die producten te plaatsen. Sommige winkels zijn maar heel klein. Soms moeten zij ook een keuze maken tussen wel met natuur werken of enkel met Sensia werken. Maar klanten kunnen wel altijd, als ze dat graag willen, ook nog vragen om het eventueel voor hun te bestellen.
Ja, dus ik kan altijd een bestelling gaan plaatsen die dan in de wereldwinkel beschikbaar is. Zeer Dat goed. kan voor alle producten, ja. Oh, kijk, voilà, dan weten we dat ook meteen. Annette, ik vraag mij wel of, ben vorige week in het verhaal van de chocolade ook gehoord van dat de chocolade zelf natuurlijk in de cacao-producerende landen niet meteen gegeten wordt. Cacao wordt daar gemaakt en geoogst en dan eten wij de chocolade op. Is dat een beetje hetzelfde voor cosmetica-producten? Worden de grondstoffen in het zuiden gegind en dan hier gebruikt? Of maken ze daar ook zelf gebruik van die producten? Dat zal er een beetje ook van afhangen of dat echt een droog product is. Bijvoorbeeld, ik zeg arganolie of karitéboter, wordt ook echt wel door de plaatselijke bevolking gebruikt. Natuurlijk groene thee en cosmetica, die zal eerder in Sri Lanka gedronken worden als dat daar echt cosmetica van gemaakt zal worden. Ja, Ik hoor je al dat een paar is. keer arganolie zeggen. Wat is die argan, Annette? Kun je me dat even uitleggen? En waarom zit dat in een verzorgingsproduct en hoe ziet dat eruit? Wel, de arganboom, dat is eigenlijk een van de oudste boomsoorten ter wereld. En die groeit eigenlijk uitsluitend in het zuidwesten van Marokko. Oké. Daar bestaat eigenlijk een heel groot arganbos van een 800.000 hectare met arganboom. In de arganboom zit eigenlijk een vrucht. En die vrucht die wordt geperst en die is rijk aan hele geneeskrachtige oliën eigenlijk. En dat kan op culinair vlak gebruikt worden of dat kan voor cosmetica gebruikt worden. Ja, mooi. Dat is een sterk verhaal. Jullie werken daar ook voor samen bij een coöperatieve daar in Marokko zelf dan? Of is dat coöperatieve? Misschien moeten we dan nog een keer uitleggen wat dat precies is en waarom dat jullie daarmee samenwerken. Ja. Dat is een coöperatieve. Wat wil een coöperatieve precies zeggen? Dat is eigenlijk, ja, het woord zegt het al een beetje, een soort samenwerking natuurlijk. Ze hebben allemaal een collectief doel met een zakelijke basis. En ze bundelen eigenlijk de krachten om ja, hun doelstellingen te bereiken. Dus Ja. dat hoeft niet altijd winstmakend te zijn. Zij zijn eigenlijk ook allemaal leden van die coöperatieve. En dus de eigenaars eigenlijk. En vaak bundelen ze ook hun krachten om een grotere markt voor hun producten te vinden. Want dat zijn eigenlijk maar kleine groepen. Hier in Marokko, de groep waar wij mee werken, die bestaat uit 6 kleine coöperaties eigenlijk. Dus dat zijn Oké. ja, kleine groepen vrouwen voornamelijk, Ja. die deze vruchten eigenlijk, ja, willen verkopen. Ja. Ja. Dus vooral vrouwen die daarin aan de slag zijn dan, dat is ook wel heel bijzonder. Ja, de Targanin die heeft eigenlijk een dubbele doelstelling. Die willen heel graag de plattelandsvrouwen helpen bij hun Ja. economische en bij hun sociale ontwikkeling. En de tweede doelstelling is echt om de arganboom ook in stand te houden. Omdat dat voor die regio een zeer belangrijk exportmiddel. Goh, ook een middel wat ze zelf natuurlijk in Marokko veel gebruiken. Ja. En Tarjanin die biedt eigenlijk ondersteuning bij het beheer, bij de marketing, bij de export van de producten. En daar werken een kleine 200 vrouwen eigenlijk. Mooi. Velen van hen kregen zo in het begin eigenlijk geen toestemming om het huis te verlaten, want het waren nog. Maar beetje bij beetje hebben zij toch wel toegang gekregen om inderdaad bij die coöperatie te werken. En nu hebben zij eigenlijk een eigen inkomen waar ze ook ja, zelf een beetje kunnen ja, kijken wat ze ermee willen doen. Ja. Zelf lessen volgen, hun kinderen naar school brengen. Een mooi verhaal eigenlijk, Zij hè? Dat vinden is, het bij ja, zijn wel inderdaad te bestaan ja, zeer veel van die. Groepen, goh, ja, eigenlijk zijn allemaal hele ja. kleine producentengroepen eigenlijk, Ja. Zeg maar jullie. die je toch op deze manier, Ja, zeg maar ja, ze. nee, ik wou zeggen dat je die op deze manier eigenlijk door hun een eerlijk inkomen te geven eigenlijk meer mogelijkheden biedt dan bij de reguliere handel eigenlijk. Absoluut, absoluut. Ik heb je ook laten vertellen dat de arganboom de laatste grens of het laatste verdedigingsmiddel is tegen de woestijnvorming. Dat is misschien ook nog iets wat dat een rol speelt, natuurlijk.
Ja, het is dus zoals ik al zei, ja, een van de meest zeldzame bomen eigenlijk ter wereld. Kunnen heel oud worden, Ja. 150 tot 200 jaar. En die hebben hele diepe wortels, dus die zich heel diep in de grond op zoek kunnen gaan naar water. Hebben ook hele doornachtige takken. En ze zijn dus perfect in staat om hele lange periodes in droogte te overleven. En Ja. doordat ze zo diep wortelen, blijft die grond ook heel goed liggen bij zware regen. Waardoor dat eigenlijk erosie voorkomt en eigenlijk de opkomst van de woestijn eigenlijk tegenhoudt. Het is ook een van de redenen waardoor ze die ja, heel graag willen behouden. Omdat Absoluut. dat natuurlijk voor hun vruchtbare grond betekent. Absoluut. En dat is enkel in die regio, want of die gedijt enkel in die regio. We kunnen die niet inschakelen in andere regio's, die boom. Nee, het is echt een boom, echt zeer specifiek voor echt het zuidwesten van Marokko. Ja, dus Zeer inderdaad, mooi. die. Mooi. Ja. Goed. Annette, ik vind het al een zeer interessant verhaal wat jullie brengen. En ik onthoud vooral ook dat mensen ook bestellingen via de Wereldwinkel kunnen doen als het gaat over bijvoorbeeld schoonheidsproducten. Dus dat moet je Ja, misschien doen. zeker. Maar wat zijn jouw 3 toptips om dit gesprekje zo wat af te sluiten? Waar moeten mensen nu eigenlijk op letten als ze zeggen van ja, ik gebruik al schoonheidsproducten, maar hoe kan ik nu bijdragen aan een betere wereld? Eigenlijk, in de eerste plaats, steun je eigenlijk al als je een product koopt bij een wereldwinkel of bij een Oxfam magazijn in Londen. Steun je eigenlijk al een vrijwilligersbeweging die al heel lang strijdt, want dat doen we ondertussen bijna 50 jaar, voor Ja. eerlijke handel en ieders recht op op een menswaardig leven eigenlijk. De kloof tussen arm en rijk wordt nog steeds groter en groter. En ja, wij kunnen daar echt iets aan doen als die handelsregels wat veranderd zouden worden. Dus Absoluut. ik zou zeggen, ga voor Fairtrade en Dat ja, gaan en we doen. zeker Fairtrade cosmetica. En zeker Fairtrade Cosmetica, dat gaan we zeker doen. Annette, heel erg bedankt voor jouw tijd en dit gesprekje. Ik vond het alvast Ja, heel fijn heel graag om dit bedankt, met je Christophe. Jij ook te bedankt. spreken. En verzorg je goed, dat je niet zieker Absoluut. wordt, maar heel veel beterschap alleszins. En dankjewel voor je tijd, hè. Jij ook, hè? Bedankt. Doei, Dag. dag. Dat is alvast een interessant verhaal. Dat is wat ik niet weet natuurlijk. De argan-boom. We leren hier al dingen bij op donderdagavond. Dat is zeer fijn. We gaan meteen over naar onze volgende spreker. We gaan Trey van Sherif Faso een keer proberen uitnodigen. En ik zie dat die hier al klaarstaan om aan te sluiten. Check alvast de website. Jullie weten dat ondertussen dat er ook reclameblokjes zitten in dit Instagram live verhaal. www.sherifasso.be als ik het niet helemaal fout heb. En Sherifasso voorziet producten voor, ik moet spieken, huid, haar en lippen met sheaboter. Maar daar gaat Trey mij alles over kunnen vertellen. Goedenavond, dag Trey. Hallo, dag Christophe, goedenavond. Zeer fijn om ook jou te mogen treffen op deze mooie Ja. donderdagavond. Alles goed daar? Super, ik ben er helemaal klaar voor. Helemaal klaar voor. Ja. Ik heb vernomen dat jouw passie in het prachtige West-Afrika ligt. Hoe is dat gekomen? Hoe ben je daar terecht gekomen en wat is het verhaal? Waarom ben je daar zo gepassioneerd door? Ja, ik ben eigenlijk naar West-Afrika gereisd voor het eerst toen ik 18 was of 19, omdat ik al heel lang interesse had in dat continent. En ja, meteen toen dat ik daartoe kwam, merkte ik eigenlijk van ja, dit is mijn ding. Ik voelde mij daar 200% alive and kicking. Veel meer dan hier. Het is een explosie van geuren, van kleuren, van impressies op straat. Ook alles gebeurt buiten. Er is constant leven op straat. Mensen zijn veel meer verbonden. Ze hebben elkaar ook veel meer nodig. Er is een enorm netwerk op menselijk en sociaal vlak. En hetgeen dat mij ook opviel tijdens mijn eerste reizen was eigenlijk hoe dat de vrouwen daar de economie dragen. Eigenlijk een stuk dat continent dragen, ga ik maar zeggen. Op de markten, stalletjes, ook het huishouden met de kinderen. En ook hoe dat zij zichzelf verzorgen, vond ik fantastisch om te zien. Dus ik had zoiets van, ah, dat is eigenlijk een heel andere kant van Afrika die in beeld komt dan hetgeen dat we hier vaak zien. En ja, ik was zo enthousiast dat ik dacht, ja, ik ga daar iets mee doen.
En toen later, een aantal jaar later, toen ik al twee kleine dochters had, toen werd ik alleenstaande en ik dacht, goh, ik ben nu een alleenstaande vrouw, je bent kwetsbaar, maar je kan daar ook iets krachtig mee doen. En ik Ja. dacht, laat mij teruggaan naar die passie en naar het gevoel dat ik daar had. En toen ben ik op zoek gegaan naar een product dat eigenlijk dat positief verhaal vertelt. Dat verhaal van verzorging, van kracht van de vrouwen, van hetgeen dat ik daar gezien had, het leven, het pure ook, de natuur, de kracht van de natuur. En toen kwam ik eigenlijk heel snel uit bij Karité Boter. Dus En die dat is een karitieboter beetje... op. Ik vind dat een heel mooi verhaal eigenlijk. En die karitieboter, had je dat dan op jouw eerste trip al leren kennen? Of was dat dan pas later bij jou? Dat was pas later. Ik zag Ja? wel dat de vrouw zich verzorgde met producten uit de natuur, met heel pure zaken, maar ik wist niet wat het was. En het was dan pas later dat ik eigenlijk ben online beginnen zoeken van welk product sluit eigenlijk aan bij het verhaal dat ik wil brengen. En toen Ja. kwam ik eigenlijk bijna meteen uit op beurre de karité of chia boter. Ja. En toen las ik ook dat Burkina het grootste exportland was van karité. En ik kende daar ook een aantal mensen. En toen ja, ben ik vrij impulsief vertrokken naar De daar. Ja, link was gelegd. Ik bedoel, je ja. kent er al mensen en het is een grote exporteur, dus je dacht van hier is een Dat kans die ik niet mag laten liggen. Wat ja. is Ja. karitéboter of shea-boter precies? Want ik ken daar niks van, hè. Dus ik weet niet wat dat is. Ik ga het u een keer uitleggen. Ja. Karité mijn doel is dus dat hij na deze sessie naar mijn site gaat en een product koopt. Maar dat Voilà, had het ik is al dat. door, hè? Dat had ik Ja. al door. Ik was al reclame aan het maken voordat je hier kwam, dus dat komt al helemaal in orde. Dus karitéboter komt van deze noot, de karité-noot. En in die Oké. noot zitten amandeltjes. Die amandelen bevatten eigenlijk een bom aan natuurlijke vetzuren en vitamines. En het is eigenlijk van die noten dat de vrouwen handmatig de boter gaan maken. En op traditionele wijze. En dus alle vetten en vitamines uit die noten komen dan eigenlijk terecht in die verzorgende boter. Ja. En doordat die noten zo rijk zijn, is die boter ook, is die crème eigenlijk ook zo rijk aan natuurlijke vetten en vitamines die de huid verzorgen, soepel houden, die goed zijn voor baby's, voor rimpels, voor striemen, maar eigenlijk zelfs ook voor kwalen zoals eczeem of psoriasis heeft dat een verzachtende werking. Dus, en vooral in pure vorm, als je het niet bewerkt, als je het niet zuivert, wat heel vaak in de cosmetica legt, die karité dan een enorme weg af met allerhande tussenschakels en bewerkingen. En wordt dat Ja. dus eigenlijk gezuiverd en gefilterd. En hoe meer dat je dat gaat filteren, hoe witter dat de kleur wordt, maar hoe meer vetten en vitamines het er ook uitgaan. Dus het wordt zogezegd net. Hè? Dus alle restjes worden verwijderd. Maar eigenlijk is het pure, zoals dat ik het daar ook zag met de handmaker, is dat eigenlijk de sterkte van het product. En wij Dat is ook zijn een beetje gewoon aan alle... Ja, Dat is ook een beetje ons idee, hoe witter, hoe properder dat het is natuurlijk. Hè? Hoe zuiverder dat het is in ons hoofd. Maar de originele kleur is dan meer geel-bruin. Moet ik me daar iets bij voorstellen? zo'n beetje geel ivoorkleurachtig iets. Dat is eigenlijk de originele kleur. En hoe meer dat je het gaat bewerken of verwerken, hoe witter dat het wordt. En mijn bedoeling met Sherry Fasso is eigenlijk om back to basics te gaan. Dus echt het product te tonen, like of dat is, rechtstreeks vandaar. Zonder, ja, zonder tussenstappen. Wat dat voor mensen soms een beetje een drempel is, omdat ze gewoon zijn van zachte crèmes die verdund zijn. Eigenlijk in heel veel cosmetische producten zit ook heel veel water toegevoegd of andere chemische stoffen, maar onze huid heeft dat eigenlijk niet nodig. Dus ik wil eigenlijk tonen van, ja, kijk mensen, je koopt iets waar dat je weet van waar dat komt, hoe dat gemaakt wordt, en gebruik gewoon de basis. Ga terug naar de basis, want het is eigenlijk dat we nodig hebben, volgens mij. Dus het typisch product dat jij aanbiedt, of dat jullie dan aanbieden, is eigenlijk een crème die gemaakt is vanuit die amandelen, van die grondstoffen. Ja, dat is eigenlijk dus pure chiaboter,
Mag ik het anders tonen? Of, Maar ja, tuurlijk, ja. Als je dat daar staan hebt, dan moeten we dat zien natuurlijk. Ah, wel, ja, ik heb een productje staan. Dus dat is de pure. Dat ziet er ongeveer zo uit. Dus je ziet dat dat echt een stevige, ja, boter is, Ja. eigenlijk. Ja, het is boter, gelijk dat we het zeggen, zo boter. Het ziet er ook boter uit Voilà. eigenlijk. Ja, Ja, dat ziet er goed uit. en dan Maar moet je dat dat is dus echt. op je gezicht wrijven zo. Ja, je kunt dat of je zegt. Maar dat gaat wel schoon blinken. Het is een zeer duurzaam product. In die zin dat omdat het zo puur is en niet verdund is, dat je eigenlijk maar heel weinig nodig hebt per keer. Dus voor mijn handel is dat natuurlijk niet altijd zo goed dat mensen heel lang doen met een potje. Nee. Maar ik heb wel al gemerkt dat het verslavend werkt. Dus je gebruikt elke dag een beetje, kan voor de lippen. Het is eigenlijk vooral bedoeld voor droge plekjes, gevoelige plekjes. Ook in de winter, de handen als handcrème. Dus heb je een droge huid, dan moet je dat overal smeren. Heb je vettige huid, dan is het de bedoeling dat je het enkel gebruikt. Ook voor eelt bijvoorbeeld, voor kloven. Ja, het is eigenlijk een basisproduct, dus multifunctioneel eigenlijk. Ik ga mijn potje moeten bestellen, want ik heb soms een beetje zo een droge huid. Dus ik ben Zeer al goed. volledig geïnspireerd Zeer goed. tijdens dat geval. Je hebt al uw werk al zeer goed gedaan en we zijn nog maar een paar minuten verder in ons gesprek. Goed bezig. Nee, ik wou ook nog vragen. Jij bent er al vaak geweest, je kent de streek. Je weet hoe dat mensen daar ook met die producten omgaan. Het wordt daar ook het goud van de vrouw genoemd. Van waar komt die benaming en welke rol spelen vrouwen ook weer in dit verhaal? Ja, karité is eigenlijk al eeuwenlang een typisch vrouwelijk product. En het wordt ook daar Lord et Femme, het goud van de vrouw, genoemd, omdat van begin, dus van het rapen van de noten, die vallen van de karitéboom, tot eigenlijk het eigenlijke product, karitéboter, alle tussenstappen, want dat is een zeer arbeidsintensief proces, worden eigenlijk enkel gedaan door vrouwen. En dat is traditioneel ook zo vastgelegd, dat het enkel de vrouwen zijn die dat mogen doen. He? Dus als ik daar ga in de dorpen, zie je rond het productiecentrum dat wij daar gebouwd hebben, met winst uit onze verkoop en ook met subsidies van de stad Gent trouwens, zie je eigenlijk, ja, jullie hebben ook onrechtstreeks meegeholpen aan Jury Vasso in de beginjaren. Voilà, kijk. Dus je ziet eigenlijk dat daar enkel vrouwen aan het werk zijn en mannen komen eigenlijk zelfs niet kijken. Zij weten eigenlijk van, dit is een vrouwenbusiness, we houden ons daar niet mee bezig. En uitzonderlijk aan die karité is ook dat het enkel de vrouwen zijn die de winst mogen beheren. Normaal gezien, in de meer traditionele gemeenschappen, ik spreek nu van de dorpen waar ik ga, is het de man die de inkomsten beheert en de vrouw die eigenlijk dan aan de man vraagt van, ik heb geld nodig voor dit, voor dat, mag ik geld? En die vrouwen daar hebben natuurlijk ook wel liever, zoals alle vrouwen denk ik, dat ze zelf een potje kunnen beheren en spenderen zoals dat hun uitkomt. Dus en karité geeft hen daar eigenlijk de mogelijkheid toe. Omdat zij echt, dat is dus, en ik wist van, als ik met dat product iets doe, ben ik zeker dat de winst ook bij de vrouwen komt. Omdat het aansluit bij hun traditie. En het is heel moeilijk om daar te komen in een dorp en zomaar te beginnen met iets dat volledig tegen die traditie ingaat. Dus ik wist van, op dat vlak zit ik goed, omdat ik eigenlijk ja, daarbij aansluit. Hè. Ja. Ja, ik hoor ook vooral dat je ook zeer rechtstreeks werkt met de producenten daar. Tussenschakels worden er wat uitgelaten, een eerlijk loon betalen. Allemaal de principes waar dat we allemaal willen voor gaan, natuurlijk, in fair trade. Dat hoor ik heel graag. Ik vind het super fijn dat we eigenlijk een product hebben. Want meestal is het omgekeerd, want dat vorige week bijvoorbeeld ook met chocolade. We ontginnen de cacao en wij eten het allemaal op. Dit is een omgekeerd verhaal een beetje, hè? Van het wordt daar gebruikt, het wordt daar toegepast. Er zijn bepaalde voordelen verbonden aan het gebruik waarschijnlijk, die wij hier dan weer niet kennen. Dat is wel speciaal op zich. Ja, het is daar eigenlijk een dagelijks ritueel, ga ik maar zeggen, om je in te smeren met karité. Iedereen is daar zelf ook verzot op. Alhoewel dat ik wel zag in het begin, als ik er ging, schatte men absoluut de waarde nog niet zo in van karitéboter als nu.
omdat men ook gezien heeft voor alle coöperatieven en handelsovereenkomsten ter plaatse en bedrijven die alsmaar groeien met die karité, dat dat waarde heeft. Dus de vrouwen zelf, hun prijs is intussen, na mij ook bijvoorbeeld, al verdriedubbeld door de jaren, wat dan goed is uiteraard. En, maar vroeger zei je dan iets als zodanig vanzelfsprekend van, ah ja, karité, oké. Maar zij wrijven zich daar, dat is dagelijks, als bescherming tegen de zon. Het heeft ook een UV, lichte UV-bescherming. Maar ook hun huid droogt. Het zit ook als basis in heel veel verzorgingscremes, maar ook bijvoorbeeld in zonnecremes als basis. En dan wordt dat bewerkt. Maar dus omdat hun huid veel meer uitdroogt door de zon, wrijven zij zich daar eigenlijk dagelijks mee in. Maar ook voor wondjes bijvoorbeeld, voor spierpijn, voor hun, om hun baby's te masseren. Of bij verkoudheid doen ze dat in hun neus. Allee, dat is eigenlijk echt bij alles allround. Wordt dat gebruikt. En het is ook, voilà, volledig beschermd met karité ben je daar. Dus in die zin is dat wel heel super om te zien hoe dat zij dat gebruiken. Hè. Ja. Ja. Ik wil nog vragen, Trey, de productie zit daar, maar er wordt ook heel veel geëxporteerd. Hoe kijken de producenten daar ter plekke daar naartoe? Hoe percipiëren ze dat? Vinden ze dat raar dat ze heel veel exporteren bijvoorbeeld? Is dat voor hen een goede zaak of net niet? Zij zijn zeker vragende partij om te exporteren en om meer te exporteren. Maar hetgeen dat zij vooral ook willen, is dat zij, hetgeen dat je vaak ziet bij grote bedrijven ter plaatse, is dat die vrouwen die produceren de onderste schakel zijn en blijven van heel het proces. En dat vinden zij wel jammer. En dat is het voordeel van rechtstreeks te werken, is dat je eigenlijk rechtstreeks een hele groep vrouwen mobiliseert zonder, en hen eigenlijk niet als onderste laag blijft beschouwen, maar hen ook opleidingen heeft. Dus zij zijn zeker vragende partij voor blijvende, voor opleidingen, voor meer betrokken te worden in de structuur, om daar ook een rol op te nemen. En niet enkel als bijvoorbeeld heel veel vrouwen rapen karité-noten, verzamelen die en verkopen die dan per kilo aan die grote bedrijven. Maar ja, ze krijgen dan dat geld en daar stopt het dan mee. He, terwijl dat zij eigenlijk wel de kans hebben om een rol, om een functie, om daarin te groeien ook. Omdat dat hen ook een positie geeft in de maatschappij en in het dorp. En dat zie je wel in het dorp waar dat wij zitten, waar dat onze coöperatieve is. Dat zij een trots hebben, dat zij een plek hebben en dat zij naar buiten toe echt kunnen zeggen van kijk, wij maken deel uit van die coöperatieve, van die samenwerking. En dat is hetgeen dat ze eigenlijk meer vragen dan enkel export. Ja, enkel de centen alleen. Er komt veel meer bij kijken natuurlijk dan het geld. Ja. Mooi, ik vind het echt een supermooi verhaal, Trey. Ik ben super blij dat we met jou ook even een gesprek mochten hebben. Ik ga ervan uit dat jij na corona en alle maatregelen, dat jij meteen terug naar West-Afrika trekt. Of heb ik dat verkeerd gezien? Nee, je hebt dat helemaal juist. Ik heb al gekeken, maar op dit moment ziet het er nog vrij moeilijk uit. Maar zodra ik kan, stap ik op de vlieger richting Burkina. En dan ga ik meteen naar het dorp. Ik ben er nu al 3 jaar niet meer geweest. En ja, ik kreeg wel filmpjes door en zo van de productie en van hoe het gaat. Maar ik merk, als je ter plaatse bent, dat je toch nog altijd veel meer kunt afspreken en dat je zelf weer energie krijgt om hier verder te doen. Dus ja, ik verlang er enorm naar. Maar als het zover is, dan ga ik zeker een filmpje doorsturen. Voilà, absoluut, zeker doen. En misschien nog een rare vraag, maar hoe zwaar weegt corona daar in Burkina op dit moment? Krijg jij daar informatie over? Ja, eigenlijk niet zo. Zij hebben van bij het begin een heel strenge aanpak gehad. Zoals heel veel Afrikaanse landen trouwens. De luchthaven gesloten. Alle grenzen naar de buurlanden zijn nog altijd gesloten. En er zijn eigenlijk nauwelijks besmettingen. Het ziekenhuis dat was opgetrokken in Ouaga, speciaal voor corona, is volledig leeg. Dus ja, ik zou zeggen, ik zal daar beter zitten dan hier. Hè. Ja, misschien wel. Goed, Trey, merci alleszins. Ik ging nog jouw toptips vragen, maar ik denk dat duidelijk is dat we eerst allemaal naar
www.girifasso.be moeten surfen. Goed, Ja, hè? Dan een dat is reclameblok. zeer goede tip, Of Christophe. volg het account natuurlijk op Instagram, dan krijgen jullie ook alle info die nodig is. En ik zou zeggen, bestel allemaal je broodje karité, shea boter. Ik ga zeker hetzelfde doen, Trey. Ik vond het heel fijn om met jou te praten en merci voor jouw tijd. En ik wens jou heel veel succes, van zodra het kan, heel veel succes terug in West-Afrika om daar te gaan kijken hoe dat de zaken lopen. Ja, super. Merci, hè. Bedankt, hè. Dag. Dag. Ja, doe. Dag. Super. Oh, dat vind ik echt een heel mooi verhaal. We gaan dan straks ook nog een keer naar Lush. Dat kennen jullie natuurlijk van de winkel in de Lange Munt. En ondertussen heeft Trey moeite om af te sluiten. Nee. Ik zie Dat Trey nog sluit ik altijd. heel. Ja, Ja, dat kan gebeuren, Trey. Je moet daar niet mee inzitten, ze. ja. Kan niet. Maar we gaan dan naar Sophie en Annelieke, die ons een woordje uitleg gaan geven over Lush. Daar was ik mee bezig. Bekend van voornamelijk in het verleden van testen op dieren tegengaan en milieuvriendelijk, de milieucomponent ook zeker een beter milieu proberen na te zien. Dag! Dag Sophie en Annelieke. Hey, goedenavond! Gaat het geluid nog een beetje harder zetten? Oei. Ja, doe maar. Ja, maar dat kan geen kwaad. Ja. Dat is, als je mij nog niet goed hoort, dan moet je het geluid ervaren. Jullie zitten daar ook al helemaal helemaal klaar om met mij in gesprek te gaan. Super fijn dat jullie. Met van alles op de achtergrond. Dat hebben we vooral op voorhand niet afgesproken om dat zo te doen. Dat is zeer goed gedaan. Welkom. Ik ben heel blij dat wij met jullie ook even in gesprek mogen gaan. Lush is bekend natuurlijk in Gent, hè. Ik denk dat er weinig mensen zullen zijn die niet weten wat Lush is. Maar zeg het toch nog maar eens waar jullie gesitueerd zijn en wat jullie precies aanbieden. Oké, nou ja, wij bevinden ons in de Lange Munt, inderdaad, zoals ik al zei, helemaal aan het begin, nummer 1. goed om te weten, denk ik. Handig. Wij verkopen eigenlijk verse handgemaakte cosmetica. Dus echt van alles. Mensen kennen ons, denk ik, heel erg als de bruisballenwinkel. We verkopen heel veel productjes en als zeepwinkel ook wel. Dus zeep, maar we hebben ook alles voor het gezicht, voor het haar, parfum, van alles. Van alles. Allerlei schoonheidsproducten kunnen daar ook verkregen worden. Superleuke en supermooie winkel. Ik passeer daar al eens over de middag, want het Vredeshuis is niet zo heel ver om de hoek natuurlijk. Jullie zijn ook bekend voor ethical buying. Wat moet ik daaronder verstaan, precies, rond ethical buying? Wat wil dat precies zeggen? Nou, voor ons betekent ethical buying, of voor Lush betekent ethical buying eigenlijk dat we heel erg bewust zijn van de impact die het van onze ingrediënten voor onze producten heeft op de wereld om ons heen. En het gaat dan vooral om ja, de rechten van de arbeiders die werken in het productieproces, om het beschermen van het milieu, het beschermen van dieren en ook om transport. Dus we proberen om ja, te zorgen dat ingrediënten altijd zo kort mogelijk moeten reizen om bij ons te geraken. Verpakkingsmateriaal. Allee, het is eigenlijk gewoon de bedoeling dat we zo goed mogelijke voetafdruk achterlaten bij het inkopen van. En dat is altijd eigenlijk de doelstelling geweest ook van Lush een stuk. Dat is geen evidente keuze, denk ik dan. Want nu zitten we misschien in een maatschappij waar dat allemaal iets evidenter lijkt. Maar Lush bestaat al iets langer dan vandaag. Dat is waarschijnlijk geen gemakkelijk verhaal geweest. Maar daar blijven jullie volop inzetten. Ja, inderdaad. Ja, we denken dat het heel belangrijk is om ja, daarmee bezig te zijn. Zorgen dat we nou ja, niet alleen geen negatieve voetafdruk achterlaten, maar ook wel een positieve. Daar gaan we straks nog een beetje over hebben. Maar inderdaad, toen Lush begon, was het niet alleen bij Lush, maar bij heel veel cosmetica bedrijven heel moeilijk om te weten waar dingen gemaakt waren, waar ingrediënten vandaan. Ik denk dat we daar nu ook als consumenten al iets meer mee en dat het daarmee ook wat transparanter wordt naar mensen toe.
Ja, want niet alles in de winkel is bij wijze van spreken Fairtrade gecertificeerd. Maar dat ligt aan de complexiteit van het product dan, denk ik. Of omdat daar verschillende onderdelen in zitten. Hoe zit dat dan precies? Dat zijn stukken die wel kunnen gecertificeerd zijn en stukken niet. En hoe weet ik dan als simpele koper in jullie winkel wat er precies wel helemaal goed is? Het is allemaal goed, hè, maar wat dat dan precies Fairtrade is en wat niet? Ja, het is eigenlijk zo bij Fairtrade dat het gewoon niet altijd mogelijk is om er echt een stempel op te gaan drukken, maar dat er eigenlijk wel echt gewerkt wordt aan een directory. Ze gaan altijd heel nauw contact houden met alle leveranciers. Dus ze gaan ook gewoon van Lush uit zelf gaan kijken bij zelf, dat alles daar in zijn werk gaat. Ze gaan er zelf op zorgen dat er eigenlijk ook gewoon op een eerlijke manier gehandeld wordt naar hun werknemers dan in de landen dat we mee samenwerken. Dus we worden eigenlijk echt gewoon een heel nauw contact onderhouden met alle boeren en de leveranciers. Dus op die manier proberen we dan dat we gaan. Ja, jullie vallen soms een stukje weg, maar het is volledig begrijpelijk. Dus dat is alleen voor mij toch nog. Ik ga kijken in de comments of dat mensen zeggen van we verstaan er niks meer van. Maar laat het gerust weten, beste kijkers, als jullie aan het meekijken zijn, als het niet meer duidelijk is. Maar ja, dat is natuurlijk ook een stuk wat dan jullie zelf dan als bedrijf, als groot bedrijf misschien, ook zelf een stuk opvolgen van het verhaal waar dat niet mogelijk is. Ik vind dat een fantastisch verhaal, hè. Ik bedoel, dat is zeker geen evidentie. Nu ga ik de moeilijke vraag stellen. Is het dan ook allemaal veel duurder dan de gewone schoonheidsproducten? Dat kan soms wel zo zijn. Het is een beetje afhankelijk van welke ingrediënten er precies in product gaan. Maar eigenlijk, ja, wij geloven heel erg dat onze producten hetzelfde dubbel en dwars waard zijn. Ja. Naast dat we ingrediënten op deze manier inkopen, wordt ook alles met de hand gemaakt. Dus elke bruisbal die je in de winkel kan kopen, daar heeft iemand in onze fabriek of in onze kitchen, zoals wij dat graag noemen, heeft met de hand aangedraaid. En we proberen wel een marktconforme prijs te plakken op onze producten. Maar ja, het kan soms ook wel, binnen de ranges kan er ook wel wat verschil zijn in prijzen. Ik denk bijvoorbeeld zelf conditioners voor het haar. We hebben daar verschillende soorten van. En er is er eentje die wel van prijs daar een beetje bovenuit springt. Maar dat komt omdat er dan heel veel neroliolie in zit. Wat ja, een vrij kostbaar ingrediënt is. Dus het kan een beetje verschillen. Goed, maar dat is altijd kwaliteit betaal je. En ik lees hier ook al in de chat, wij zijn heel content van de producten. Dus als je blij bent, dan betaal je die prijs. Misschien een kleine meerprijs, maar je maakt er heel veel mensen gelukkig mee natuurlijk. Dat is de kwestie. Ik ken de Lush no voor normaal gezien dit afgelopen jaar iets minder natuurlijk. Maar van de gezellige drukte, als ik zelf zou moeten getuigen, dan zeg ik. Er is daar altijd wel iemand bezig met dingen aan het kopen. Dus dat is een goede zaak natuurlijk. Ik ben blij voor jullie dat dat zo is. Maar is daar veel vraag naar bij klanten? En komen mensen dan ook specifiek naar bij jullie, omdat ze weten van, ah, hier zit een fair trade verhaal aan vast. Dit is eerlijk. Dit is mijn eerlijk productieproces. Merken jullie dat ook? Ja, nou ja en nee. Zeg maar, je hebt eigenlijk een beetje een tweedeling. Dus ofwel komen mensen binnen omdat ze de winkel ruiken. Klopt, ja. Verpakkingsmateriaal, dus alle producten die niet verpakt zijn, die geven gewoon al hun parfums vrij en je ruikt ons in de hele straat, inderdaad. Maar inderdaad, we hebben wel veel klanten die echt specifiek komen omdat ze weten dat ze, ja, dat ze goede producten bij ons komen kopen. Fairtrade is iets waar wat minder naar gevraagd wordt. Wel soms in combinatie met speciale producten. Zoals we hebben bijvoorbeeld een show die heet Fairly Trade Honey. Dus dan wordt, ja, dan vragen mensen er soms wel naar van, oh, wat betekent dat dan precies? Het is voor mensen wel super mooie meerwaarde. Dus mensen komen heel vaak omdat het niet getest is, omdat ze ook weten van waar dat alles komt. En als ze dan ook gaan vermelden, ja, we werken ook met heel veel Fairtrade producten, dan zijn mensen vaak wel geïnteresseerd, ah, en wij maken het Fairtrade erbij. Allee, wat is er zo speciaal aan? Dus dat kunnen we dan ook wel altijd nog eens extra gaan benadrukken. Kunnen we ook een uitleg over gaan geven. En dan zijn mensen van, ah ja, dat wist ik nog niet. Dus dat is ook wel altijd. Allee, over echt wat voor Lush ook belangrijk is. En voor natuurlijk. Dus
dat is wel fijn. Zalig, mooi. Ja, er is ook een refund. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat voor fonds is dat precies? Ja, een refund staat voor Lush Regenerative Fund. En eigenlijk is dat ons fonds wat we hebben om regeneratieve projecten mee te steunen. Okay. Eigenlijk, voorheen hadden we een fonds dat heette het Slush Fund. En dat stond eigenlijk voor Sustainable Lush. Dus het ging heel erg om sustainability. Het gaat om het behouden van de planeet, van de natuur, van al het mooie wat er om ons heen is. Maar met het oog op de huidige milieusituatie, precies van sustainability is not enough. We moeten meer doen dan behouden. We moeten regenereren eigenlijk. Dus wat we doen met Refund is het ondersteunen van die regeneratieve projecten. Het gaat om meer geven dan dat je neemt van de aarde eigenlijk. Ik heb ook een voorbeeldproduct dat je een beetje illustratie hebt van hoe dat dan in het werk gaat. Olie, dat is deze. Okay. Je ziet dat de ene helft geel is. En dat eigenlijk omdat hier dat symboliseert de koolzaad die eruit zit. In zit, sorry. Okay. Dus als je wel eens koolzaadvelden hebt gezien, dat zijn zo van die gele velden met bloemetjes. Ja, daar ja. En deze olie heet Mitsoma. En is eigenlijk vernoemd naar een klein stukje in het gebied Fukushima. En iedereen weet vast wel dat daar in 2011 een hele grote natuurramp heeft plaatsgevonden, waarbij de kerncentrale daar beschadigd raakt. En eigenlijk heel veel mensen in de omgeving van Fukushima hebben eigenlijk rijstvelden traditioneel gezien, die groeien daar. En al die velden waren vervuild door radioactief afval, dus die konden niet meer gebruikt worden. Nu, nadat het grootste herstelwerk was gedaan en de mensen zijn ze eigenlijk begonnen met het proces van bioremediatie. Zoals dat heet. En dat de aarde weer gaat reinigen en geschikt gaat verbouwen van ingrediënten. En dat kan je met koolzaadplanten dus heel goed doen, want die halen eigenlijk de radioactiviteit uit de grond, zonder dat je die nog kan terugvinden in het product. Dus dat is een voorbeeld van hoe we ingrediënten inkopen die aan zulke projecten gaan geven eigenlijk. Eigenlijk een stap verder zetten dan behoud, sustainability, van we moeten alles houden wat dat is, maar ook echt effectief meewerken aan een andere wereld, een nieuwe wereld. Dus systeemverandering in een notendop bijna, vind ik een zeer mooi verhaal. De charity pot die bij jullie staat, mensen die de winkel al bezocht hebben, die kennen de charity pot. Die wordt nu naar boven gehaald. Wat is dat dan precies? Voilà, kijk. Wat is dat dan precies? En is dat dan een bijdrage dat je doet aan het fonds? Of, Ja, onder andere. Dus bij Charity Pot gaan we er eigenlijk heel erg aan focussen. Dat alles aan opbrengst, dus alles buiten de BTG, gaat eigenlijk altijd naar grassroots organisaties. Dat zijn hele kleine BZW's die vaak gehoord worden, waar dat wij eigenlijk dan meer gaan schenken en dan hun gang. Altijd gefocust op mens, dierenwelzijn en natuur. Bij natuur gaan we nu bijvoorbeeld steunen we boomkwadraat. Dat gaat dan natuurlijk ook terug het bebossen gaan helpen, dat we dan meer aan de natuur gaan werken. Dus op die manier proberen we eigenlijk ook charity posts, kleinere organisaties te helpen die terug in staat op de natuur om toch nog naar een betere wereld te gaan. Wat dan wel leuk is natuurlijk. Maar, ja, natuurlijk. Fairtrade cacaoboter. Dus op die manier, alleen we proberen er die fairtrade overal wel een beetje in. Het is wel leuk op die manier. Tof, tof. Echt super geweldig. Dus iedereen van zodra... Ja, ik ging zeggen van zodra het kan. Is de winkel open nu eigenlijk? Ja, de winkel is open, maar vanaf zaterdag op afspraak dan ook? Nee, vanaf zaterdag... Dus eigenlijk, we zijn een winkel want we kopen hygiëneproducten, verzorgingsproducten. Er zijn een aantal productjes die we niet meer op locatie verkopen. Zoals make-up. Dus we gaan nog gewoon open zijn, ook vanaf zaterdag. Alleen met een iets beperkte capaciteit. We gaan plannen kunnen laten. Maar mensen kunnen gewoon zonder afspraak komen. Zonder afspraak, spring gewoon eens binnen in de Lush. Ga daar jouw producten halen natuurlijk. Maar voor als afsluitende vraag voor jullie dames. We hebben hier het verhaal gehad over textiel en bankieren en chocolade.
Vooral bij het textielverhaal voelen we dat een sector in beweging is. Dat de druk van de consument ook zo groot is om daar enigszins een verandering en iets nieuws te krijgen. En dat we daar ook eerlijke lonen uitbetalen. Is dat een beetje hetzelfde in de cosmetica sector? Of wordt die nog steeds gedomineerd door grote bedrijven die zich eigenlijk nog niet zo heel veel aantrekken van duurzaamheid? Ik weet dat dat een moeilijk, niet, geen moeilijke, een gevaarlijke vraag is natuurlijk, omdat jullie vanuit die passie ook natuurlijk daarmee bezig zijn. Maar zit daar al druk op die sector om daar beterschap in te krijgen, ook in alles? Ik denk gedeeltelijk wel. Het is natuurlijk heel moeilijk, want wij zien denk ik ook in onze winkel een consument die zelf al heel kritisch heeft gekeken naar waar die zijn geld aan wil uitgeven. Maar ik hoop het. Ik denk dat we ons wel meer bewust zijn van welke producten we gebruiken en wat de impact daarvan is op andere mensen. Inderdaad, net als in de zijn we heel erg bezig met wie heeft mijn kleding dan gemaakt. En ik denk ja, ook wel wat aandacht voor is. Aan de andere kant zien we ook wel veel greenwashing. En denk ik wel dat grote bedrijven misschien toch meer macht hebben dan we denken. Ja, wat zijn jullie afsluitende toptips dan eigenlijk voor de mensen die aan het kijken zijn en effectief willen bijdragen aan een systeemverandering, aan een betere wereld? Waar moeten we dan op letten eigenlijk? Hoe kunnen we daaraan bijdragen? Ik denk dat het goed is om klein te beginnen. Kijk alvast eens kritisch in je badkamerkastje van wat heb ik nou echt nodig. En dat hoeft niet heel spartaans te zijn van oh, dit moet ik echt, want anders gaat er iets mis in mijn leven. Het kan ook leuk zijn. Sommige dingen dragen ook bij aan levensgeluk, ook al zijn ze misschien niet essentieel. En begin gewoon klein. Take baby steps. Niet zomaar alles weggooien waarvan je denkt, oh, misschien is dit niet goed. Maak het gewoon op en kijk eens naar een alternatief. En ik denk ook, als je nu begint met je gewoonte te veranderen, zijn heel veel mensen je al voorgegaan. Dus er is veel. Je kan met veel kiezen. En ja, natuurlijk, kom een keer bij ons langs. Ja, jullie zijn wel. Uiteraard. Schaamteloos reclame maken, dat mag. Ja, en... Over iets van, ah, kan ik daar niet iets op voor maken? Kom langs, we helpen jullie ook echt mee, heel veel plezier. Daarvoor dat we er ook zijn. Voilà, kijk, en we zagen het hier ook al in de chat passeren. De fans van de Lush zijn allemaal komen kijken en hebben comments gestuurd. Zalige producten en geuren en steeds een vlotte en leuke bediening. Voilà, dat is mooier. Mooier kan een donderdagavond toch niet meer worden uiteindelijk, hè? Nee, inderdaad. Dat zijn de beste complimenten. Dat is ook het leukste aan onze job. Als we, ja, als we mensen absoluut, blij. Absoluut. Blij. Super fijn. Ik spring zeker eens binnen van zodra ik zelf weer naar het kantoor mag. Dat is voorlopig nog niet het geval. Maar goed, vroeg of laat moet ik daar zeker een keer passeren. En ik ben nog nooit binnen geweest. Ik schaam mij diep. Maar kijk... Het is bij deze, de drempel is nu zo laag voor mij dat ik niet anders kan dan gewoon ook iets binnenspringen in de Lush natuurlijk. Dan kom ik zeker op zijn minst een prijsbal halen. Maar ook, ja, dat is zoiets typisch. Zo'n man zo, ja, ik heb dat allemaal niet nodig. Gewoon eens voor, maar de producten zijn ook voor mannen natuurlijk. Hè? Absoluut. Unisex bij ons. Dat is een van de meest vragen. Hè? We hebben het nu gehad over vragen mensen vaak naar Fairtrade. De meest vraag denk ik, ooit heb ik ook iets voor mannen? Het antwoord is, alles is hier voor mannen en vrouwen en iedereen die ertussen. Je mag, alles is voor iedereen. Voilà, zeker goed. Well, dan kom ik zeker binnen gesprongen, want misschien kunnen jullie iets aan mijn rimpels doen en zo van die dingen en aan mijn wallen. Maar goed, we gaan dat dan wel een keer bespreken als ik binnen spring. Heel veel succes en heel erg fijn dat jullie erbij waren en dat jullie tijd wilden vrijmaken voor ons. En uiteraard, iedereen volgt Lush op Instagram en ga surfen en ga eens langs in de Lange Munt. Dankjewel, dag! Oh, dat was ook een heel mooi verhaal eigenlijk van Lush. Dat is, en ik ben daar echt nog nooit geweest, dat is echt schandalig. Daarmee sluit ik hier de laatste Change Your Habits. En kijk, dat hier heeft ook een mannelijk lijn. Ik kan het niet genoeg herhalen en ik vermoed dat de karitéboter ook voor mannen van toepassing is. Trouwens, zal het misschien nog bevestigen in de chat. Maar
een mannenlijn. Voilà, kijk, dus ook de mannen die aan het kijken zijn, schaam u niet. Gebruik een zalfje. En ik ga hetzelfde doen. Ik ga ook een keer binnenspringen in de Lush en een keer bij Giri Faso gaan kijken op de website. Ik vond het zeer, zeer fijn om jullie 4 weken op rij te mogen meenemen in Change Your Habits, om jullie gewoontes aan te passen. We beginnen met kleine stappen. Ik ga die laatste tip toch nog wel even pikken, want het is belangrijk om met kleine stapjes vooruit te gaan en kijk naar wat je zelf aan het consumeren bent. Op het vlak van textiel, op het vlak van bankieren, op het vlak van voedsel, op het vlak van cosmetica-producten. Jullie kunnen, als jullie de vorige sessies gemist hebben, die nog allemaal terugvinden op de website. Nee, niet op de website. Op het Instagram-account uiteraard van Gent Fair Trade. Ga dat zeker nog eens herbekijken, herbeluisteren ook. Waarom dat we dit verhaal ook brengen. Waarom dat het ook belangrijk is voor heel veel mensen in de productieketen. Jullie maken daarmee een echt verschil. Als jullie voor systeemverandering zouden willen gaan. En als laatste wil ik heel graag Jo en Wenny bedanken. Die hier nu in de comments weliswaar aan het zeggen zijn. Dankjewel, Christophe. Maar het is dankzij hen dat jullie deze prachtige sessies allemaal over jullie heen gekregen hebben. Herbekijk ze zeker nog eens. En ik zou zeggen, misschien tot volgend jaar bij een nieuwe Balmundo-sessie. Gent Fair Trade zal er zeker iets mee doen. Maar we gaan ook met Gent Fair Trade uiteraard verder. Hou zeker Fashion Revolution Week in de gaten. Daar heb ik deze week al allerlei activiteiten rond zien voorbereid worden. Voor wie Gent Fair Trade al volgt op Instagram, jullie zagen de stories al passeren, wat er allemaal staat te gebeuren. Maar hou ook zeker gentfairtrade.be in de gaten, uiteraard. Of op Facebook of op Instagram. Ik wens jullie nog een heel fijne avond en hopelijk tot gauw. Bye.